Jennifer van Dijk-Silos is vanmiddag opnieuw beëdigd tot voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau OKB. Zij legde in handen van president Desi Bouterse de eed af. De plechtigheid vond plaats op het presidentieel paleis. Van Dijk-Silos heeft vanaf de verkiezing van 2005 steeds als voorzitter van het kiesbureau gediend. Zij zwaaide in 2015 echter af toen ze gevraagd is minister van Justitie en Politie te worden. Die benoeming riep bij velen vraagtekens op. Met name de oppositie beweerde na de verkiezing dat Van Dijk-Silos beloond is met die functie omdat zij als voorzitter van het OKB handelingen zou hebben gepleegd die het daglicht niet schuwen. Na ruim 2 jaar als minister van Juspol is ze in maart 2017 bedankt door Bouterse. De kersverse voorzitter mag het OKB nu weer leiden. De president stelt dat het noodzakelijk is een sterke voorzitter te benoemen voor het kiesbureau. Volgens hem is Van Dijk de juiste persoon voor deze job. Zij wordt zowel nationaal als internationaal beschouwd als een van de top election officers van de regio. Ze heeft jarenlang verkiezingen geobserveerd in de regio en in Zuid-Amerika. Bij de OAS, UNASUR en CARICOM staat zij heel hoog aangeschreven voor haar bijdrage in de ontwikkeling van de verkiezingsstandaarden, normen en waarden. Nationaal is bekend dat de verkiezingsrapporten sinds haar aantreden in 2004 over de gehouden verkiezingen nauwgezet opgevolgd worden in de daaropvolgende verkiezingen. En elke regering en politieke organisatie is zich ervan bewust dat de bindend verklaring van de verkiezingen door haar niet gedefinieerd is als een routinematige handeling. Integendeel heeft zij het vertaald als een certificering van de verkiezingen. Van Dijk-Silos beloofde na haar beëdiging dat ze het werk naar alle eerlijkheid zal uitvoeren. Ze is zeer onder de indruk van de steun die ze nu al krijgt van de regering en diverse andere personen. Ex-collega's, OKB-leden, bedanken dat ze hier zitten. Het doet me goed om te weten dat jullie me ook schragen. Thanks ervoor. Ook de districtscommissarissen, we gaan straks werken. Ik kom vrij gauw bij jullie in de districten op bezoek om te inventariseren waaraan we moeten werken. Thanks, ik vind het goed dat u er bent. Er zijn een paar assembleeleden die ik eigenmoedig zelf heb uitgenodigd. Thanks dat jullie er zijn. We hebben heel prettig gewerkt, dat weten we. Dus die goede herinneringen zijn er nog. Relatieadviseurs, meneer Van der Zand. Verder alle anderen. Mijn familie, moet ik niet vergeten. Dank jullie wel. Het wordt weer een spannende tijd zonder mij. Jennifer van Dijk-Silos vandaag na haar beëdiging tot voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau. Ze heeft beloofd zich van haar beste zijde te laten zien.